Ben jij je aan het oriënteren op de woningmarkt omdat je wilt gaan investeren in vastgoed? Vraag jij je af wat nu het beste woonoppervlak is en waarmee je het beste rendement kunt behalen? Hoe zit het met de regels voor het verhuren van een woning? Het woonoppervlak van je beleggingspand heeft op al deze zaken invloed en het is dus een belangrijk selectiecriterium. Hallo, ik ben Ewout Bloem van Vastgoedmentor en in deze video ga ik je vertellen wat het beste woonoppervlakte is voor een woning voor de verhuur. Wat is nu het beste woonoppervlak voor de verhuur van je beleggingspand? Dit klinkt als een makkelijke vraag. Hoe meer vierkante meters, hoe beter denk je misschien. En het is inderdaad zo dat je over het algemeen een hogere huurprijs kunt vragen als je een grotere woning verhuurt. Toch betekent dit niet automatisch dat je hiermee ook het hoogste verhuurrendement behaalt. Een hoge maandelijkse huurprijs is namelijk niet hetzelfde als een hoog rendement op je geïnvesteerde vermogen. Hoe zit dit precies, denk je misschien? Laat ik dat uitleggen aan de hand van een simpel rekenvoorbeeld. In dit rekenvoorbeeld vergelijk ik een villa met een woonoppervlak van 300 vierkante meter met een appartement met een woonoppervlak van 70 vierkante meter. Stel dat je voor de mooie grote villa met een woonoppervlak van 300 vierkante meter een maandelijkse huurprijs kan krijgen van 5000 euro per maand. Dat is een jaarhuur van 12 keer 5000 euro is 60.000 euro per jaar. Dat is natuurlijk een heleboel geld. Echter, deze villa kost je 2,5 miljoen. Het bruto aanvangsrendement voor deze villa is dan 60.000 euro gedeeld door 2,5 miljoen is een rendement van 2,3%. Dat is erg weinig en eigenlijk niet rendabel. Trek daar de onderhoudskosten en de inflatie van af en je houdt weinig tot niks over. Dan nu het appartement van 70 vierkante meter groot. Stel dat je hier een huurprijs van 1000 euro per maand voor kunt ontvangen. Dat is een jaarhuur van 12 keer 1000 euro is 12.000 euro. Als dit appartement je 250.000 euro kost, dan is je bruto aanvangsrendement 12.000 gedeeld door 250.000 euro is 4,8% rente. In dit geval is je bruto aanvangsrendement twee keer zo hoog. Kortom, een hoge huurprijs is niet gelijk aan een hoog rendement. Laten we nu gaan kijken naar het woonoppervlak. Hoe wordt het woonoppervlak van een woning eigenlijk bepaald? Elke woning heeft een bepaald aantal vierkante meters aan woonoppervlak. Op funda.nl is het ook altijd een van de gegevens van een woning. Het woonoppervlak van een woning wordt bepaald door het op te meten. Meten is weten, zou je denken. Dit spreekt misschien voor zich, toch is het aantal vierkante meters woonoppervlak waarmee de woning wordt geadverteerd niet altijd hetzelfde aantal vierkante meters woonoppervlak dat je koopt. Om het woonoppervlak van een woning op een eenduidige manier te bepalen, is er in Nederland daarom de NEN 2580-norm gemaakt. De NEN 2580-norm is de Nederlandse norm voor het bepalen van een oppervlak en de inhoud van een gebouw. Deze norm vormt de basis voor alle berekeningen van oppervlaktes en inhouden van gebouwen. Aan de hand van de NEN 2580-norm kan je dus het aantal leefbare ofwel verhuurbare vierkante meters van een woning bepalen. Bij de bepaling hiervan worden de volgende oppervlaktes niet meegerekend. Oppervlaktes die niet toegankelijk zijn voor bewoners. Oppervlaktes van de vloer met een plafondhoogte van minder dan 1,5 meter. Oppervlaktes van een trapgat, een vierde of een liftschacht. En oppervlaktes van een nis van minder dan 0,5 vierkante meter. Er zijn dus best nog wat oppervlaktes die niet meegeteld worden voor het woonoppervlak. Het zou mooi zijn als iedereen zich aan de NEN 2580-norm zou houden, dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Hoe bepaalt een makelaar het woonoppervlak van een woning? Volgens Funda.nl worden de woonoppervlaktes van een woning op Funda bepaald aan de hand van de meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen. Deze meetinstructie is gebaseerd op de NEN 2580-norm. Deze meetinstructie is opgesteld door verschillende brancheverenigingen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De aangesloten makelaars hebben afgesproken om de woonoppervlaktes volgens deze meetinstructie op te meten. Ook voor makelaars die niet zijn aangesloten bij de genoemde brancheverenigingen en adverteren op Funda, wordt verwacht dat zij woningen meten volgens deze meetinstructie.
Dus de woonoppervlaktes die je ziet op funda.nl zouden allemaal moeten kloppen. Let wel dat in het geval het aantal vierkante meters na de koop toch niet blijkt te kloppen, dat je daar zelf dan verantwoordelijk voor bent. Je hebt als koper namelijk de onderzoeksplicht. Je kan zelf een snelle check doen met behulp van de gegevens die bij het kadaster bekend zijn. De site WOZ Waardeloket geeft je gratis van elk adres het oppervlakte van een woning. Zit er nou een groot verschil tussen het woonoppervlak op Funda en WOZ Waardeloket? Dan kan je het woonoppervlak voor de zekerheid laten nameten. Er zijn verschillende partijen die je een meting conform NEN 2580 aanbieden. Waarom is het aantal vierkante meters van belang? Het aantal vierkante meters van je beleggingspand is belangrijk om de volgende redenen. Het aantal vierkante meter woonoppervlak bepaalt in grote mate wat de waarde van een woning is. Je wilt dus niet betalen voor een woning van 85 vierkante meter en er later achterkomen dat je woonoppervlak toch 78 vierkante meter is. Verder is het woonoppervlak erg belangrijk voor de verhuur van je beleggingspand. Het woonoppervlak is namelijk een belangrijk gegeven waar je veel punten voor krijgt van de huurcommissie. Ofwel, als je voldoende vierkante meter aan woonoppervlakte hebt, kom je makkelijker met je woning in de vrije sector terecht. Op de site van de huurcommissie kan je snel berekenen of je beleggingspand in de vrije sector terechtkomt of niet. Of je in een vrije sector komt of niet hangt af van het aantal punten dat je woning waard is. Vanaf minimaal 146 punten zit je in de vrije sector en ben je niet gebonden aan een maximum huurprijs. Voor de huurcommissie dien je van alle kamers de maten of direct het woonoppervlak in te vullen, de oppervlaktes van de meterkasten, gang, trapgaten en de wc etc. tellen niet mee voor de huurpunten. Kortom, het woonoppervlak dient voldoende groot te zijn om in de vrije sector te komen. Voor bestaande bouwwoningen met een oppervlak van minder dan 60 vierkante meter is het moeilijk om in de vrije sector te komen. In dit geval moet je het echt hebben van een hoge WOZ-waarde en een groen energielabel. Wat voor ranges van woonoppervlaktes heb je? Uiteraard heb je woonoppervlaktes in alle soorten en maten. Grofweg zie je op funda.nl en ook op pararius.nl de volgende verdeling van woonoppervlaktes. Als eerste heb je de kleine woonoppervlaktes van minder dan 50 vierkante meter. Bijvoorbeeld een eenkamerwoning of een studio. Dan heb je de kleine tot middelgrote woonoppervlaktes van 50 tot 75 vierkante meter. Vervolgens de middelgrote woonoppervlaktes van 75 tot 100 vierkante meter. En dan de middelgrote tot grote woonoppervlaktes van 100 tot 125 vierkante meter. En als laatste de grote woonoppervlaktes die meer dan 125 vierkante meter woonoppervlakte zijn. Maar hoe kies je nu de beste grootte van het woonoppervlakte? Dat doe je aan de hand van de volgende gegevens. Het eerste en belangrijkste gegeven is je doelgroep. Of je aan singles, expats, gezinnen, studenten of senioren gaat verhuren, maakt namelijk nogal wat uit. Als tweede kan je kijken naar de woontrends. En als laatste de gemiddelde huurprijs per vierkante meter. Laten we als eerst kijken naar de doelgroep. Wat voor effect heeft je doelgroep op het woonoppervlak? Voor singles kan je prima uit de voeten met een klein woonoppervlak. Dus een oppervlak tot zo'n 60, 70 vierkante meter is hiervoor prima. Voor expats is het vaak belangrijk een extra kamer te hebben. En dan heb je dus ook vaak meer vierkante meters nodig. Dus voor expats zou ik zeggen vanaf zo'n 60 vierkante meter woonoppervlak. Mocht je aan expats met een heel gezin willen verhuren, dan zal je uiteraard ook een veel groter woonoppervlak nodig hebben. Voor gezinnen, bijvoorbeeld een vierpersoons huishouden, begin je bij een woonoppervlak van zo'n 100 vierkante meter. In het geval je aan studenten wilt gaan verhuren, zou je ten eerste voldoende kamers moeten hebben. Dat is één kamer per student en een gezamenlijke woonkamer of ruimte. Dus voor drie studenten heb je minimaal een vierkamerwoning nodig en dan heb je het toch wel over zo'n 75 vierkante meter of meer. Mocht je nu aan senioren willen verhuren, dan kan je weer prima uit de voeten met een woonoppervlak van minder dan 75 vierkante meter. Zoals je ziet is er voor elke doelgroep een minimaal of een optimaal aantal vierkante meter aan woonoppervlak. Laten we nu gaan kijken naar de woontrends in de gezinssamenstelling. Er is een duidelijke trend dat er steeds meer eenpersoons huishoudens komen. Dit is een trend die al vanaf 1995 gaande is. Je ziet duidelijk dat het totaal aantal huishoudens in Nederland tot met 2050 toeneemt.
Deze toename van het aantal huishoudens komt door de bevolkingsgroei, maar ook doordat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn. Dus minder mensen per woning betekent ook meer woningen. Dit zie je duidelijk terug in de woningvoorraad van de afgelopen 65 jaar. In 1947 waren er in Nederland 2,1 miljoen woningen en in 2011 waren dat er 7,3 miljoen woningen. Vanwege de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens worden appartementen steeds populairder. In 1995 was ongeveer 21% van de verkochte koopwoningen een appartement. En in 2008 was bijna 30% van de verkochte woningen een appartement. Wat weten we verder over eenpersoonshuishoudens? Behalve dat eenpersoonshuishoudens vaker in een appartement wonen, hebben ze een niet al te groot woonoppervlak nodig. Een woonoppervlakte van 60 tot maximaal 80 vierkante meter is meer dan voldoende voor een eenpersoonshuishouden. Verder wil je ook niet onnodig een te groot appartement kopen, aangezien je dan ook verbouwkosten hebt die weer hoger zijn dan bij een kleiner appartement. Als laatste punt gaan we kijken naar de verschillen in de huurprijs. Op Rarius.nl kan je snel zien wat de huurprijs van een woning is in euro's per vierkante meter. Aan deze data kan je duidelijk zien dat de huurprijs in euro per vierkante meter hoger is naarmate het woonoppervlak kleiner is. Verder valt op dat er bijna geen verschil zit in een huurprijs in euro per vierkante meter voor woningen met een woonoppervlak van meer dan 100 vierkante meter. Dus wat heb je hieraan? Helemaal niets als je niet wilt gaan investeren in vastgoed. Als je een woning zoekt voor eigen gebruik, moet je vooral zorgen dat je een woning zoekt die aan je eigen wensen en eisen voldoet. Wil je wel gaan investeren in vastgoed, dan kan je met deze data het ideale woonoppervlak van je beleggingspand bepalen. Zelf denk ik dat een beleggingspand met een woonoppervlak van zo'n 75 vierkante meter een redelijk mooie afmeting heeft. Dan ben je flexibel wat betreft je toekomstige doelgroep, je krijgt een goede huurprijs en je hebt ook nog eens voldoende aantal vierkante meters om met je beleggingspand in de vrije sector te komen. Mocht je echter specifiek aan studenten willen gaan verhuren, dan zal je waarschijnlijk meer woonoppervlak nodig hebben. Graag hoor ik van je wat jij denkt dat het beste woonoppervlak voor de verhuur is. Laat een reactie achter in de comments. Als je meteen wilt beginnen, dan kan je het beste direct inschrijven voor het gratis 12-stappenplan hoe te beginnen met investeren in vastgoed. De link vind je rechtsboven als je op het icoontje klikt of in de videobeschrijving. Op onze website vastgoedmentor.com vind je verder blogposts over bijna elk onderwerp. Voor meer video's en andere informatie volg ons op YouTube en Instagram. Veel succes en hopelijk tot snel!